De boodschap die de Heer mij gegeven heeft is het geluid van geloof. Het geluid van geloof. The sound of faith. Het geluid van geloof. Je wist niet dat geloof een geluid had, hè? Het geluid van geloof. Je kan ook zeggen het geluid van geloof in de eindsprint. Wat voor geluid brengt jouw geloof voort in de eindsprint? Het geluid van geloof. Wat voor geluid hoort men bij jou in je eindsprint? Iemand die in een eindsprint zit van wat dan ook, er is een geluid bij. Ja, al is het een ademhaling. Het is spannend, er is een geluid bij. En vanavond wil ik praten over het geluid van jouw geloof. Ik voel dat dit iets van God is. Weet je wat ik zo fijn vind van deze dingen? Ik bedenk ze niet. God komt en hij dropt het in mijn hart. Hij zegt, onderwijs mijn volk. Hij zegt, ik geef je die dingen om mijn gemeente te onderwijzen. Dus neem het serieus. Jouw en mijn geloof hoort iets teweeg te brengen. Jouw en mijn geloof hoort iets teweeg te brengen. Ja. Your faith and my faith must produce something. Wauw. Je moet begrijpen dat de gelovige een bezitter is. Als jij zegt je bent een gelovige, dan ben je een bezitter. Je hebt heel wat dingen van God gekregen. Je bent een bezitter. Elke gelovige is een bezitter. Daarom moet je weten wat je bezit. Kan ik amen horen? Je moet weten wat je bezit of in bezit moet nemen. Oh. 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 Als jij zegt ik hoef niks in bezit te nemen, ben je misleid. Je moet weten wat je bezit van Gods wegen. En omdat je weet wat je bezit van Gods wegen, wil je het in bezit nemen. Moet je het in bezit nemen. In je erfenis wandelen is een bevel. To walk in your inheritance is a command. In je erfenis wandelen is een bevel. Er staat, nu je Christus Jezus de Heer aangenomen hebt, wandelt in hem. Dat is geen vraag, dat is een bevel. Dus als gelovige ben je altijd bezig om dingen in bezit te nemen. Altijd. Altijd. En laat je door niemand daarin misleiden. Je hebt alles en toch moet je alles in bezit nemen. Maar dan moet je ook weten wat je in bezit moet nemen. Je moet weten wat je erfenis is. Kennis is macht. Als je niet weet waar je mee bezig bent, heb je een probleem. Als je wilt zwemmen en je weet niet waar je mee bezig bent, je gaat problemen krijgen. Ja, als jij water moet overzwemmen en je zit maar rondjes te zwemmen, je gaat verdrinken. Dus je moet weten wat je in bezit moet nemen. En de Heer heeft me gezegd, breng mijn kinderen mijn tegenwoordigheid, zodat ik dingen als ik kan duidelijk maken, kan openbaren. In Efeze 1 vers 15, Efeze 1 vers 15 van Grootnieuws Bijbel, ik lees het uit de Grootnieuws Bijbel. Daar staat, ik heb gehoord van uw geloof in de Heer Jezus Christus. Ik heb gehoord van je geloof. Dat was een geluid dus, wat iemand gehoord heeft. Horen heeft met geluid te maken. Ik heb gehoord van je geloof. Ik heb gehoord van je geloof in de Heer Jezus Christus. En bij de ene is dat allesomvattend. En bij de andere is het kleiner. Want hoe is je zicht op de Heer Jezus? Luisteren wij mensen? Ik heb gehoord van je geloof in de Heer Jezus Christus. Dus jij moet een compleet beeld van de Heer Jezus hebben. Om ook een compleet geloof te hebben. Als je Jezus alleen maar ziet als iemand in de hemel die zich met hemelse zaken bemoeit. Gaat jouw leven alleen maar op dat niveau zijn. Maar als je hem ziet als de Heer van hemel en aarde. Gaat jouw geloof ook op aarde, het gaat je geloof op aarde beïnvloeden. Als je hem ziet als heerser in het heelal en ook van de aarde, word je een heel ander soort mens.
Ah, ik hoop dat je luistert. Als jij echt gelooft dat Jezus Heer is in de hemel en ook Heer op aarde, verander dat je wandel en je handel. 100% zeker. En we moeten gaan zien dat Jezus niet in de hemel zit en verder niks met de aarde te maken heeft. Hij heeft de aarde geschapen voor zijn plannen en voor zijn doel. En daar wijkt hij niet vanaf. Hij heeft mens op aarde geplaatst om zijn plannen en zijn doel te verwezenlijken. En iedereen die meewerkt met hem past in dat bovennatuurlijke plan van God. En dat is op alle terreinen, op alle gebieden, op alle niveaus. Daarom ben je belangrijk. Dit maakt me blij, zeg. Dit maakt dat je anders gaat kijken, anders gaat denken. Dit maakt dat je identiteit krijgt en waardigheid. Dit maakt dat je geen psycholoog nodig hebt. Ik weet niet wie ik ben. Ik ben niet tegen een psycholoog. Maar heel wat dingen zouden acuut opgelost worden als jij zou geloven wat God van jou zegt. Oké, hij zegt, ik heb gehoord van jouw geloof in de Heer Jezus Christus en van je liefde tot allen die God toebehoren. Dit waren dus in zekere zin modelchristenen. Ze waren niet volmaakt, ze waren er lang nog niet, maar Paulus had toch gehoord dat ze op de goede weg zaten. Want we weten dat je blijft groeien, hè? Want in diezelfde Efezebrief zegt Paulus, we houden ons aan de waarheid vast, Efeze 4 vers 15, en we groeien naar hem toe in alle opzichten. Dus je bent er niet, je bent er en toch ben je er niet. Je bent gered, 100% zeker, maar om die full power leven van Jezus te leven, dat komt door groei en door vasthoudendheid. En omdat je weet wie je bent in hem, je laat je niet ontmoedigen. Want God heeft zulke mensen nodig voor de eindsprint waarin we leven. Ja, amen. Yes. Wauw. Nou, ik heb gehoord van je liefde tot allen die God toebehoren. Wij horen van elkaar te houden. Amen. Van elkaar houden wil niet zeggen dat je het met elkaar eens bent. Maar het betekent wel dat je liefde in je hart voor de anderen hebt. Hier en daar mag je wat irritatie hebben, maar je moet toch houden van de ander. Hoeveel hier hebben nooit irritatie? Als je hand opsteekt, irriteer je mij. Oké. Nou, de vraag vanavond is, want let op, Paulus zegt, ik heb gehoord van je geloof. Dus het geloof van deze mensen heeft iets teweeg gebracht. Hun geloof heeft iets teweeg gebracht. En Paulus, want van hun geloof is niet alleen we geloven in de Heer. Geloof in de Heer brengt altijd actie voort. Geloof in de Heer betekent je gaat anders leven. Je gaat anders wandelen. Je gaat anders handelen. Geloof in de Heer betekent je geeft de duivel een pak slaag. Geloof in de Heer betekent je geeft ziekte een pak slaag. We moeten niet bang zijn om die dingen te zeggen. God heeft je geroepen om ook ziekte een pak slaag te geven. Ik hoor iemand zeggen, ja, maar als je dat zegt, gaat de duivel je aanvallen. Hij gaat sowieso proberen je aan te vallen of je niks zegt of niet. Dus je kan beter wat zeggen wat hem afschrikt. Wauw. Ik hou niet van dat dom gepraat. Ja, maar de duivel gaat me aanvallen als ik dat en dat zeg. Jij moet ervan uitgaan dat jij aanvalt. Je hebt een schild van geloof. Je hebt een zwaard van de geest. De duivel heeft niks. Hij verslaat je met je eigen wapen. Satan heeft niks, want Jezus heeft hem ontwapend. Daarom staat er, geef hem geen voet. Dus alle ruimte die de duivel in je leven krijgt, komt omdat jij hem ruimte geeft. En daarom moet je trainen. Hij heeft geen wapens. Weet je, de meeste mensen worden verslagen door hun eigen denken. Dat is erg, zeg. Dat is verschrikkelijk om door je eigen hoofd verslagen te worden. Iemand heeft gezegd, de meeste dingen waar je bang voor bent, gebeuren toch nooit. Moet je nagaan hoe je gekweld wordt.
Ik heb je nog het verhaal verteld van mijn caravan, onze caravan. Jaren geleden hadden we een caravan. En we stalden het in Rokanje ergens. En ik moest die caravan na vakantietijd terugbrengen. Kom ik daar, zeg. Groot terrein. Zie ik een poort, die stond open. En een hondenkop aan de zijkant van die poort. Hier waak ik. En het was geen mini schnauzer wat ik zag. Ik denk, jee, terrein open, waar is die hond? Ik kijk, ik doe zeg, en mag kijken. Ik denk, ik ga niet uitstappen zo meteen. Ik denk, ik kijk uit. Ken je dat gevoel? Ik denk, wat er gebeurt, gebeurt. Ik blijf even in deze auto zitten. Dus ik toeter het toe. Uiteindelijk komt er een boer aanlopen. Ik zeg, ik kom de caravan terugbrengen. Ik zeg, maar ja, ik zag daar, hier waak ik. Ik zeg, waar is hij? Hij zegt, we hebben geen hond. Ja, oké. Nou wil ik niet zeggen dat overal waar een hondenkop is, er geen hond is. Maar goed. Paulus zegt, ik heb gehoord van jouw geloof. De vraag vanavond is, wat hoort men van jou en van mijn geloof? Wat hoort men van jou en van mijn geloof? Men hoort iets van ons geloof te horen. Daarom is het zo belangrijk dat je de Heer Jezus Christus goed begrijpt. Dat je doorhebt wat hij jou gegeven heeft. Want dat is waar, op grond daarvan gaat jouw geloof dingen produceren. Als je niet het juiste beeld van Jezus hebt, is je geloof ook zwak. Verkeerd begrip is verkeerd bezit. Verkeerd begrip is verkeerd bezit. Verkeerd lezen is verkeerd leven. Dus je moet een juist begrip van Christus hebben. Dit is niet een veroordelende preek. Dit is een preek om ons te helpen in de eindtijd waarin we leven om effectief te zijn. Want ik heb de 10 niet, je hebt de 10 niet, maar we kunnen elkaar wel inspireren. Wat hoort men van jouw geloof en van mijn geloof? Welk effect heeft jouw geloof en mijn geloof op anderen? Welk effect heeft jouw geloof en mijn geloof op anderen? Eén ding heb ik beseft in dit leven. Wij zijn allemaal beïnvloedbaar. Wij zijn geschapen om beïnvloed te worden en om te beïnvloeden. We zijn allemaal beïnvloedbaar. Ze hebben mij gepakt met een kaal hoofd. In de 70er jaren was Kojak de enige die met een kaal hoofd rondliep. En toen vond ik vond het verschrikkelijk, die man met een kaal hoofd. Maar steeds meer mensen kregen een kaal hoofd. En ik zag hem met een kaal hoofd, met een bril erop. Ik denk, eigenlijk staat dat heel leuk, joh. En we waren in Frankrijk met vakantie. En ik moest mijn hoofd scheren. Ik heb een te klein laag mesje genomen. En in één keer dacht ik, wat heb ik nou gedaan? Toen dacht ik, nu ga ik kaal. Maar mijn punt is, ze pakken je toch? We zijn allemaal, weet je waarom ik deze schoenen aan heb vanavond en niet die cowboylaars uit Amerika? Als ik die draag, zeggen mijn kinderen tegen mijn mevrouw, wat doe je nou, pa? Soms kleed ik me aan, zie ik mijn dochter zit doen. Zijn er zulke vaders hier? Ja? Of je vrouw? Nee, schat, die ga je niet dragen. Nou, mijn punt is, we zijn allemaal beïnvloedbaar. God heeft je zo gemaakt. Dus ik weet dat mijn buren beïnvloedbaar zijn. Want God zegt het zo. Ik moet voor ze bidden. En ik moet zorgen dat ik een voorbeeld ben. Dan, als jij leeft als een gezonde gelovige in de buurt waar je bent, beïnvloed je de buren. Onderschat dat niet. Onderschat dat niet.
Wil je buurman, je buurvrouw vertellen, je kunt iemand beïnvloeden. God heeft je die power gegeven. En er zijn genoeg mensen die beïnvloed willen worden. Zeg, ik ben een beïnvloeder. En ik laat worden God beïnvloeden. Kunnen we de Heere glorie geven, mensen? Oké, dus welk geloof, welk geluid brengt jouw geloof voort? Paulus hoorde het geluid van de christenen in Efeze. Hij hoorde wat er gebeurde. Hij denkt, wow. En eigenlijk, ik geloof dat er ook een goed geluid van levende steengemeente uitgaat in het land. Dat kunnen we God verdanken, Het wordt gehoord. Voor de glorie van God. Daar zijn we niet trots op, maar dankbaar. Amen. Nu, welk effect heeft jouw geloof en mijn geloof op anderen? Welk geluid wil de Heilige Geest horen? Het wordt steeds scherper hoor. Want welk geluid, want dat ik een geluid voortbreng is één ding. Maar welk geluid wil de Heilige Geest horen uit mij? Want Paulus zegt, ik heb gehoord van jullie geloof en je liefde tot allen. En eigenlijk, toen ik ermee bezig was, zei de Heer, en stel de vraag aan de mensen, welk geluid ik wil horen van mijn volk. Wat is de roep die van mijn volk uitgaat? We gaan naar Lucas. Ik wil je laten zien dat Jezus ook een geluid in zijn leven had. Wist je dat Jezus een geluid had? Had een geluid. Lucas 4, vers 14 en 15. Ah, dank u Jezus. God is ons aan het positioneren vanavond en zo meteen. Ik geloof in een werking van God. Jullie gaan Gods stem horen. Weet tegen je buurman, je buurvrouw zeggen, ik ga Gods stem horen vanavond. Ik ga de Heilige Geest horen. Lucas 4, vers 14. En Jezus keerde in de kracht van de geest terug naar Galilea. En een roep, oftewel een geluid over hem. Is het waar of niet dan? Een geluid van hem, over hem, ging uit door de gehele streek. En hij leerde in hun synagoge en werd door allen geprezen. Er ging dus een geluid van Jezus uit. Er ging een roep van hem uit. Laat ik het nog anders zeggen, er ging een roep van zijn geluid, van zijn geloof uit. Want Jezus was een geloofsman. Het geluid wat van Jezus zijn leven uitging, was gebaseerd op zijn geloof. Hij geloofde in de Vader. En doordat hij in de Vader geloofde en in de Heilige Geest, deed hij wat de Vader wilde dat hij zou doen. En dat bracht een geluid voort. Ik hoop dat je hoort, maar jij en ik kunnen zo'n geluid hebben dat de mensen het overal horen. Jouw geluid kan in de buurt verspreid worden, terwijl je eigenlijk niet eens veel geluid maakt in het fysieke. Maar dat buren toch met elkaar praten en zeggen, ja, dat is toch een vriendelijke vrouw daar, hè? Ja, ze is behulpzaam, dat is een vriendelijke man. Ik bedoel, en die heeft me geholpen. En die heeft een keer met me gebeden. Man, ik had hoofdpijn, ze bad en dat ding ging weg ook. Je kan een geluid hebben. Amen. En schaam je niet als je de gelegenheid hebt om over Jezus te praten, om het te doen. Amen. Iedereen praat over alles wat ze doen. Wat is het met ons? Ja. Is het met ons? Er was een monteur niet zo lang geleden bij me thuis. En ik weet niet hoe het gesprek liep. Maar op een of andere wijze kreeg ik en hij kwam binnen en iets in mij zei, de Heer zei, je moet met die man praten. En ik denk, oké. En gaandeweg kwam er een opening en bleek een hele vriendelijke man te zijn die open is voor de dingen van God. Zie je? En toen ik hem vertelde wie ik was, hij zegt, je bent toch van die kerk daar? Ja. Want soms kennen de mensen, maar ze doen alsof je niet kennen.
Maar ze kennen jou, ze zien jou. Maar mijn punt is, jij hoort te begrijpen dat er een geluid van jou uitgaat. En God gebruikt het. God kan je vriendelijkheid gebruiken. God kan zelfs je lopen gebruiken. Ja. God kan je kerkgang gebruiken. Mijn buurman Arie, weet je waarom hij een christen is geworden? Wij kwamen naast hem wonen jaren geleden. En ik begreep heel gauw vanuit het gezin dat hij niet geloofde. En zondagmorgen ging ik naar de kerk. Ik hoefde alleen maar over te steken naar het gebouw van de bron aan de overkant. En hij zat zijn auto schoon te maken. En ik heb gezegd, goedemorgen. En ik liep weg. En hij had een probleem. Hij zegt niks dat ik mijn auto op zondag aan het doen ben. Want hij dacht, die man is een prediker. Hij gaat me zo wat half bestraffen dat ik mijn auto aan het schoonmaken ben. Zo simpel kan God jou gebruiken. Ik heb gewoon gegroet. En hij zit met een worsteling. En op een gegeven moment is hij naar ons programma gaan kijken. Hij heeft zijn hele Bijbel uitgelezen. En hij is lid van de gemeente vandaag. God wil dat er een geluid van jou uitgaat. Tom en Giovanni rijden hier langs. Want toen was hij nog niet bekeerd. Ga erbij staan als je wil. Ze werkten samen. Nou, dit is ook bij elkaar gebracht, het samenwerken. En ze rijden hier langs. En hij zegt tegen haar, wat voor een gebouw is dit? En wat heb je toen gezegd? Geef me een microfoon, alsjeblieft. Wat heb jij toen gezegd, Giovanni? Ja, ik zei, eigenlijk wist ik het niet. Dus ik ben het gaan googlen in de auto om te kijken wat het gebouw was. En toen zag ik dus uw gezicht en de profetes Irma haar gezicht. En toen zei ik, oh, ik ken hem van vroeger. Maar ja, ik was denk ik 20 jaar niet geweest of zo. Maar ik wist dus dat u dus een spreker was van, ja. Hoe heet het daar? Postweg. Postweg, ja. Dat was je geweest als kind. Ja, dus ik zei tegen hem, oh, dat u dan dit dan jouw kerk zou zijn, uw kerk zou zijn. En toen wilde hij gaan kijken. Ja, toen zijn jullie samen binnengekomen. Ja. En nu is hij wederom geboren, man. Hij spreekt in de gemeente in Delft. Dat is wat God kan doen. Ja. Er gaat een geluid uit. Prijs de Heer. Wauw. Oh, Jezus. Je bent niet onbelangrijk, man. Heer, ik ga het nog een keer lezen. Daarom houd ook ik, Efeze 1 vers 15 tot 23. Daarom houd ook ik, gehoord hebbende. Eigenlijk moet je gehoord onderstrepen als je dat wil. Hoeft niet hoor als je niet wil onderstrepen in je Bijbel. Maar als je mijn Bijbel ziet, het is een en al onderstreept. Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Heere Jezus. En uw liefde tot al de heiligen, liefde moet altijd daar aanwezig zijn, niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de glorie, dus als men iets van ons hoort, moet het met de glorie van onze Vader te maken hebben. Hoeveel dienen een Vader van glorie? Van kracht, van sterkte, van overwinning. De Vader van de glorie. De Vader van de heerlijkheid. Dat hij je geeft de geest van wijsheid. Hoeveel is het in dat je de Heilige Geest nodig hebt? Hey, dus je hebt de Vader van de glorie. Maar je hebt ook de geest van wijsheid en openbaring. Om hem recht te kennen. Let op wat de Heilige Geest wil dat er van jou uit zal gaan. Want dit is het geluid wat de Heilige Geest wil dat mensen zullen horen. De Heilige Geest wil dat mensen dit geluid van ons horen. Dat we een Vader van glorie hebben. Oh, dat de Geest van God op ons is. De Geest van wijsheid en openbaring. En zonder de Heilige Geest kan je niet effectief geloven. En dan zegt hij, zodat je weet welke hoop zijn roeping wekt. Elke gelovige mag hoop hebben. Een blijde verwachting hebben. Er is hoop bij Jezus. Er is hoop. Zolang je voor het graf bent, is er hoop. En ook na het graf is er hoop. En hoe rijk de glorie is van zijn erfenis,
Bij en in de Heilige. Dit is het geluid wat God wil dat mensen van ons horen. Dat we een rijke erfenis hebben. Wauw, hoe rijk de glorie is van zijn erfenis. Bij en in de Heilige. En hoe overweldigend groot zijn kracht is in en door ons die geloven. Dit is het geluid waar de Heilige Geest wil dat uit ons zal gaan. Wow. Dit is het geluid. Wat voor geluid? Het staat er toch, hè? De Vader van glorie. Eigenlijk horen jij en ik uit te stralen wie God is. Of niet dan? De Bijbel zegt, je bent de open brief van Christus. Dus jij en ik moeten laten zien wie Jezus is. Zegt hij niet, je zal mijn getuige zijn? Dus je moet je erfenis begrijpen. Want de duivel wil je in een hoek hebben waar je geen getuige bent. Maar je moet zien dat je bent geroepen om glorie uit te stralen. Jij bent geroepen om glorie uit te stralen. Alles wat God is. Liefde, kracht, sterkte, vrede, blijdschap, rust, overwinning. Jij en ik zijn geroepen om dat uit te stralen. Oh. Wauw. Je bent geroepen om liefde, kracht, sterkte, blijdschap, gezondheid, overwinning uit te stralen. Want zo herder, zo schapen. En Jezus is de Heer, wij zijn de schapen. Wow! God zoekt naar mensen die zeggen, geef me die berg. Mozes had Caleb die berg beloofd, maar die berg, gek hè, dat iemand iets kan beloven en dat je het niet gelijk krijgt. Dat is raar, want Mozes had Caleb die berg beloofd. En op een of andere wijze had hij het niet. Dus Caleb was slim en denkt, kom op, beloofd is beloofd. Hij zei, geef me die berg. En toen kreeg hij het. Ik zeg deze zaal vanavond, sommige dingen krijg je pas omdat je zegt, geef me die berg. Amen. Weet je dat er ergens in de Bijbel staat dat de Heer zelf zegt, beveel mij? Amen. De Hollandse Bijbel heeft het slecht vertaald. Ja, ik meen het is Jesaja 45... Daar staat, command me. Beveel me. Ja, maar je kan God niet bevelen. Nee, je kan God niet bevelen. Maar je kan wel de dingen bevelen om in lijn te komen met wat God gezegd heeft. De Nederlandse Bijbel, de vertalers hebben het weggelaten. Kennelijk was het te zwaar voor ze. Dat ze dachten, jee, hoe moeten we dit opschrijven? Maar zegt de Heer, oh, zegt de Heer niet in de psalmen, eis van mij... Open je mond wijd, ik zal hem vullen, eis van mij. Jij mag sommige dingen van God eisen. Je mag zeggen, Heer, u heeft het gezegd en ik verwacht het in mijn leven. U neemt mij serieus, ik neem u ook serieus. Wauw. We zijn te traag, het is een verbond. Het is, weet je, ik snap dat 11 discipelen in de boot zijn gebleven. Ik snap het echt. Ik snap het echt. Het is een religieuze geest. Ja, maar het is toch niet voor mij om op het water te lopen. Dat is toch God alleen die dat doet. Dank God dat er een slimmer ertussen zat. Hij denkt, hij heeft me gezegd, volg mij. Hij heeft gezegd, je bent het licht van de wereld. Er moet een reden zijn dat Petrus het gedurfd heeft te vragen. Heel wat christenen, ja, maar je mag blij zijn. Ja, als de Heer het wil, geeft hij het. En dan, sommige dingen moet je opeisen. Heer, u bent gestorven voor mijn gezondheid. Ik dank u voor gezondheid. Satan, ik bind je, laat me los in de naam van Jezus. Heer, ik verwacht dat uw woord waar maakt in mijn leven. Je mag zo met hem praten. En Petrus dacht, hij op het water. Ja. Hij heeft niet gedacht van, hij heeft gedacht van, ik heb mezelf niet geroepen, hij heeft me geroepen. Amen. En hij, je moet slim, God verwacht dat je slim bent. Hoeveel weten dat heel wat dingen God verwacht dat je het uitzoekt en het ontdekt. Er staat onderzoek dingen. Sommige paddenstoelen zijn levensgevaarlijk. Dus je moet onderzoeken welke je moet eten en welke niet. Er zijn heel wat dingen die je moet onderzoeken. In Suriname maken ze een gerecht, ze noemen het pom. Als jij niet weet hoe pom te maken, kan het lijken alsof je stikt. Vanwege
de olie die erin is. Dus wat deed mijn grootmoeder? Die nam een roestige spijker. Pats. Hoeveel weten dat zo is? Ze hebben ontdekt dat dat eigenlijk het gif wegtrekt. En dat eet je lekker. En als je pom gegeten hebt, moet je geen gemberbier drinken. Want pom en gemberbier gaat niet samen, dan ga je rennen. Jullie weten dat het waar is wat ik zeg. Oké. Hoeveel zien dat God verwacht dat je dingen uitzoekt? God verwacht dat je dingen uitzoekt. Lees Spreuken 2 maar. Zoek, roep. Oké. Dus God verwacht dat dit geluid van jou en van mij uitgaat. Een vader van glorie. De geest van wijsheid, dat is CC hoor. Want hoeveel zien dat de Heilige Geest met jou en met mij wil praten? De geest van wijsheid en openbaring, dat is CC. De geest van wijsheid en openbaring is CC. Is de Heilige Geest die tot je wil praten. Hij wil dingen aan je duidelijk maken. God wil dat je laat zien dat je hoop hebt. Amen. Dit is het geluid wat God wil dat ze horen van ons. We hebben hoop. Dit is het geluid wat God wil dat ze horen. We hebben een rijke erfenis. We hebben niet zomaar een erfenis. We hebben een rijke erfenis. Hey. Maar hierover moet je mediteren. We hebben een rijke erfenis. En dan staat er, naar de werking van de sterkte zijn er macht. Die hij heeft gewrocht in Christus. Door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten. Een andere vertaling zegt, die macht is dezelfde sterkte. Die macht is dezelfde sterke kracht die hij heeft ontplooid in Christus. Dus God wil, God wil dat diezelfde kracht die Jezus uit de doden heeft opgewekt, dat die door jou en door mij heen werkt. Maar man, hier is een plek om God te prijzen toch. Hier is een plek om God te prijzen. Wow! Het staat er. Maar het gaat niet gebeuren als je het niet lambanoot. En dan leest hij verder, want hij is nog niet klaar. Hè? Hij zegt, God heeft hem gezet in de hemel. Hij heeft hem een ereplaats gegeven aan zijn rechterzijde. Boven alle overheid en macht. En God wil dat je dat uitstraalt. Ik dien een Heer, hij is almachtig. Boven alle overheid en macht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. En hij heeft alles onder zijn voeten gesteld. Hoeveel hier zijn het lichaam van Jezus? Hoeveel hier zijn het lichaam van Jezus? Als alles onder zijn voeten is gesteld, is het dan ook onder jou gesteld? Als alles onder zijn voet is gesteld, zijn de machten van de duisternis. En alles ook niet onder jouw voet en mijn voet. Wow. Nou, hij gaat afronden. Oh, dit is zo mooi. Maar je moet erover gaan mediteren. Weet je, als ik in een vliegtuig zit en ze zeggen turbulentie, dan zit ik niet te shaken. Ik denk, wacht even, ik hoef het niet te accepteren. En ik heb heel vaak gevlogen en dat ze zeggen, we komen nu in een gebied van turbulentie. En je voelt ook dat toestel begint en die lampjes branden aan. Ja, nee meneer, u mag me nu niet naar het toilet, het is heftig. Dan denk ik, waarom loop jij? Maar goed, dat geeft niet. maar ik, weet je wat ik dan doe in zo'n moment? Ik bestraf het. En God is mijn getuige dat zeker 10 keer er niks is gebeurd. En dat ze echt hadden gewaarschuwd, het wordt heftig. Alles is onder zijn voeten gesteld. Maar als jij er geen gebruik van maakt, gaat de vent over je heersen. Wil je buurman, je buurvrouw zeggen, je moet gebruik maken van wat God je gegeven heeft. Anders gaat de vijand het pakken en over jou heersen. Zeg buurman, neem je plek in. Halleluja, wauw. Wauw. Hey. Nou, je gaat niet afronden, je mag de ding opschrijven als je wil. Dit is wat God verlangt dat jou en mijn geloof teweeg brengt, wat we net gehoord hebben. Dit is wat de Heilige Geest wil dat gehoord wordt van jou en mijn geloof. Ik wil het niet, de Geest wil het. Nou, dan zeg ik amen. Ja. Je hebt van die christenen die zeggen, ik hoef niet lang te leven hoor. Oké.
Je hebt het gesproken. Als God zegt dat je lang mag leven, moet je zeggen, ik ga lang leven. Amen. Ja, maar ik hoef ook niet rijk te zijn. Als God zegt, ik wil je rijkdom geven om mijn koninkrijk te zegenen, moet je niet dom doen. Moet je zeggen, Heer, ik ben een kanaal voor u. Ik wil een kanaal voor u zijn. Wat is het met ons christenen? We laten de wereld al de goede dingen gebruiken, terwijl God het voor ons gemaakt heeft, om zijn naam te verheerlijken. Ja, maar geld is de wortel van alle kwaad, dat is niet waar. Geef dan al je geld weg, als dat zo is. Geldzucht is de wortel van alle kwaad. Geef 10 euro aan 2 mensen, geef eerst 10 euro aan Jaap. Hij gaat rare dingen ermee doen. Geef diezelfde 10 euro aan Lies, ze gaat iets moois ermee doen. Dus het is niet die 10 euro, het is Jaap en Lies. Of niet dan? Ik zit gewoon logisch te denken. Let op, afronden. Paulus zegt tegen de christenen in Filippi, alles wat je van mij gehoord. Alles wat je van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing. Dit is weer een bevel. Je kan het door de kracht van de Heilige Geest. Breng dat in toepassing. Het geloof van Paulus had dus ook een geluid. Paulus zijn geloof had een geluid, want hij zegt, alles wat je van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing. Dat is geloof in actie. Dat is power demonstratie op alle fronten. Dit is een opdracht. Oftewel, een sterke oproep tot een CC, hè, om in de eindsprint, de eindtijd, God te demonstreren. Deze opdracht, breng het in toepassing, is een oproep om in constant contact met de Heilige Geest te leven en de kracht van God te demonstreren. Hoe wil je het anders in toepassing brengen dan? Hij zegt, alles wat je van mij gehoord en gezien hebt. Nou, wat zagen ze van hem? De kracht van God. De liefde van God. De overwinning van de Heer. De volharding van de Heer. Wijsheid van God. Inzicht van God. Een goede wandel. Een blijven in hem. Hebben ze allemaal van hem gezien en gehoord. En hij zegt, breng dat in toepassing. Met andere woorden, leef ook in gemeenschap met de Heilige Geest. Zodat jouw leven de glorie van God kan demonstreren. Wat zegt de Heilige Geest tegen jou door deze boodschap? Neem een bewust moment om hierover te mediteren. Wil je met ons connecten? Ga naar lsm.nl of onze socials. En mocht je het nog niet gedaan hebben, abonneer je dan op ons kanaal, want dan ben je altijd op de hoogte. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.